Hey guys, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een video die erg spontaan is. Mijn moeder heeft namelijk op Marktplaats een kledingpakket gekocht. Dat pakket wat ik nu aan het zeulen ben. En die hebben we unboxed. En het was heel spontaan en ik vond het super gezellig. Dus ik hoop dat jullie deze spontane video leuk vinden. Veel plezier met kijken. Dit is echt improvisatie. Improvisation. Maar ik vind dat het goed... Oh, wat zie ik wit? Ja, dus we zitten pal voor een raam, omdat het wat later is. Huh? Dat rookt lang. Ja. Oké. Okay. Cute hoor, moeder. Je hebt de hele dag gewerkt. Ja, we hebben allebei de hele dag gewerkt. En dit is eigenlijk... We konden niet wachten. Nee. Mijn moeder kon niet wachten. Ik wel op zich. Mijn moeder echt totaal niet. Ik heb jullie in een vlog een tijdje geleden laten zien dat ik voor mijn moeder iets heb opgehaald wat zij heeft gekocht op Marktplaats. Mijn moeder die is namelijk echt een super Marktplaatskoper en ook eigenlijk kringloper. Ja. En dat is iets wat ik natuurlijk ook heel erg interessant vind en leuk vind. Dus daarom vond ik het super leuk om te horen. Eigenlijk komt het door jou. Klopt. En daarom vond ik het super leuk om te horen dat mijn moeder daar zo mee bezig is. Mijn moeder die is ongelooflijk erg afgevallen. Heeft heel erg hard gewerkt. En wat mijn moeder dus ook is gaan doen, dat klinkt heel raar, maar we houden hem even vol. Is wisselen van kledingmaat. Ze heeft een andere kledingmaat gekregen, kledingmaten kleiner. En had nu zoiets van, nou ik heb iedere keer nieuwe kleren nodig, maar om iedere keer... een hele nieuwe garderobe aanschaffen en dan zometeen weer een andere maat te hebben is bullshit. Dus had mijn moeder iets gevonden op Marktplaats en zij zei mij, mee, dit moet je ook doen voor een video. Toch? Ja. Wat is er nou? Nee, niks. Het is een beetje lang, hè? Je wilt het uitpakken. Ja, maar ja, je houdt het al 2 dagen in je eigen bezit. Ja, anders was deze video niet mogelijk. Dus wat heeft mijn moeder nou... Is de val voor? Ja. Hey, mijn moeder die heeft zeg maar, ontdekt op Marktplaats dat er mensen zijn die gewoon gehele kledingpakketten verkopen. Gebeurt dat nou veel? Ja, best wel. Ja, echt top, want deze hele vuilniszak vol met kleding. Ik doe even zo, jongen. Mijn eigen veiligheid. Heeft mijn moeder gekocht en heb ik opgehaald en het was maar €17,50. Dus we gaan nu kijken wat je uit een kledingpakket kan halen. Van €17,50. Van €17,50. Ik moet het ook aantrekken dan. Alleen als je het leuk vindt en als je er chill bij voelt, maar het hoeft echt niet. Hé. Oh, dit vind jij leuk. Oh ja. Oh ja, het is trouwens heel erg goed gewassen allemaal. Het is een hele lieve dame. Ja, heb ik het gaan ophalen? Ja. Zal ik het even aanpassen? Ga je nu alles aanpassen? Nu? Nee, niet? Ja, ik vind het goed. Oké, okay, moment. Bol. Nou, leuk. Ja, daar nog. Nee, het is vandaag doorweekse dag. Ik heb gewerkt, mijn moeder heeft gewerkt en we hebben net gegeten. Lekker. Mijn moeder heeft voor mij vegetarische, vegan trouwens, shawarma gemaakt. En mijn moeder die eet eigenlijk nooit met ons mee. Zeg maar qua eten. Dus mijn moeder heeft geen shawarma gegeten. Wat heb je gegeten, man? Wat zag er niet lekker uit? Nou, dat was het wel hoor. Het was kipfilet. Ja? Maar ik zag paprika, groente dus. Met groente? Ik ga het zo meteen allemaal knippen hoor. Ik ga niet per klikken. En bloemkoolrijst. Bloemkoolrijst, oh dat vind ik wel lekker. Maar sexy moet wel onder worden. Is het sexy? Ja, gewoon dit. We wanna see. Ik wacht even leuke knoopjes in, want dat is echt geen. Oh, wat een leuke lengte! Hoor ik nu. Ik moet eventjes een knoopje dicht doen hoor. Ja, ga je gang. We wachten wel. Het zijn hele kleine knoopjes. Ik ben benieuwd hoeveel items erin zitten. Oh, wat leuk hé! Zie je dat? Ja. Dit is een deurtje. En je moet alleen het kraagje even fixen, zeg maar. Ja, dat is. Dat is. Oh ja, en kijk maar, hier moet ook nog een knopje dicht. Ja. Dan kan je altijd alles open hebben. Is het leuk of niet? Ik vind het erg leuk staan. Oh ja. Dan eentje. Zo. Oké. Okay. Nou, ren dan kijken. Oh, kut, ik ren mee niet mee. Oh ja. Oh, grappig. Ja, toch? Ja, best wel. Leuk. Leuk. Je haar niet bedoel je nu? Nou, ook niet. En ik ben een beetje vermoeid te zien. Ja joh, dus je bent prachtig. Fijn in mijn oogjes. Nou, leuk. Heel leuk. Ja, charming. Ja. Ga je nou elke keer... Oh, het knippen we het huis. Oké, okay, volgende. Wat is dit nou? Oh, het is een top. Een top en de pop. Nee. Ja, het is een... Nee, jurkje. Nee, het is een top met hele grote split aan de zijkant. Oeh.
Nee, ik denk dat die accentueert dingen die je niet wil accentueren. Dat denk ik ook wel. Maar ik kan hem best wel even passen. Heb je er wat onderaan? Als je zelf hè? Ja, het komt helemaal tot hier. Ga weg. Nee. Hou eens op. Oh, dan wacht ik hier nog even mee. Ja, maar die moet je niet eens. Misschien kunnen we wat je niet houdt weggeven. Pyjama. Pyjama? Schat. Ik doe hem toch aan. Jij, aan hem zou ik ook doen. Heb je geen BH aan? Ik heb Oh. Een verkeerde. Oh, een verkeerde. Ja, mama, ik heb maar 2 BH's. Oh nee, ik heb er wel meer. Ja, ik heb meer BH's nodig. De flap is... Hij schijnt door. Ja, maar het is niet zo heel erg. Nee, oh. Ik ga even niet meelopen. Okay. Verder, dat ze het ook even. Ja, volgende. Oh, gelukkig. Oh, een Max blouse. Van Max. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, hij is wel vies, de kraag. Ja, ik vind hem ook een beetje smalletjes, denk ik. Nou, ik denk dat je hem op zich nog wel past, hoor. Ja, nou, maar die ga ik nu niet passen. Nee, maar hij heeft pofmoutjes. Dus op zich is het best wel een leuk blouseje. Oh nee, je hoeft hem niet te passen. Oh nee, dat kan ik. Anders heb ik iets aan hebben. Ik heb niks aan mijn lippen. Een onderbroekje na. Een H&M trui. Die is kort voor jou. Elkaar. Ja, maar ik denk dat jij dat niet lekker vindt, zo kort hoor. Nee, maar dan doe ik er een dingetje op naar. Très joli. Dat is het très joli. Gaat over mij. Volgende item. Wat zwaar die voorkant. Dat komt door die ritsen. Oh. Denk ik. Ja, nou, weet ik nu niet hoor. Ja, persoonlijk vind ik. Wacht even zometeen. Misschien komt er een broek. Komt er een broek uit? Ik weet het niet. Weet je wat het is? Nee, ja, nee, weet ik niet. Ook niet tops alleen. Daar kijk ik nooit uit. Oh, nee. Glitters. Nee. Oh, een bolero. Oh! Die mag jij hebben. Oh, lief. Is voor jou. Nee, wat je zeg maar niet houdt, gaan we gewoon doneren, denk ik, toch? Ja, wie wil dat hebben? Nou, er zijn genoeg mensen die dingen nodig hebben. Mouwloos. Ja. Nou, dat moet je aanzien. Wacht even. Je hebt geen niks aan. Nee, maar ik heb een spijkerbroek daar hiernaast liggen. Ik word natuurlijk helemaal niks, hè, zo'n video zo. Jawel. Nee, ik heb al gezegd dat het gewoon een beetje een spontane video is die, waar ze niet zoveel van moeten verwachten. Ja, nou kijk, dan heb ik eerst dit aan. Nou, het is al 20 keer leuker. Ja, maar volgens mij is het ook best wel aardig. Ja, alleen, ja, dit is natuurlijk een beetje... Weet je wat het is? Ik droeg dit een paar jaar terug. Toen was het nog... Toen je 16 was, bedoel je? Nee, dat is 10 jaar terug. Oh, 10 jaar. Hoe oud zijn jullie? Als ik naar Ibiza ga. Ga jij naar Ibiza? Nee, ga je. Nee. Wil je die andere 3 dingetjes? Nee, die ga ik nu even aan. Ik heb trouwens vandaag een outfit aan die niet ermee is, joh. Ik heb een skinny jeans aan. Ja, ik hou nooit van. Ik hou nooit van als het je shirtjes in de broeken. Dat is niks voor mij. Oh ja. Oh, ik vind het niet eens zo heel raar. Oh, kut. Kom eraan. Nee, kom eraan. Nou, je bent gewoon een ballonnetje. Ja. Of best wel. Nou, ik vind het eigenlijk best wel. Het zit best wel lekker eigenlijk. Nou, dat is toch het belangrijkste van heel van alles. Maar jij vindt het niet mooi. Ik vind het niet heel mooi, maar dat komt gewoon omdat deze print en deze kleuren is gewoon niet iets wat ik mooi vind. Het is wat anders dan zwart. Wat een lekker smoefje. Ja, maar het is ook wel van een mooi merk. Maar je hebt gewoon te grote voorgevel er onder andere voor. Dat had ik vroeger nooit. Dat vind ik toch wel een beetje zon. Voor mij mag er best wel wat vanaf. Nou, dan gaan we even iemand bellen. Nee. Nee. Je bent perfect zoals je bent. Nee, maar dan ben ik. Weet je, dan moet er wel worden. Mama. Je hebt gewoon een gezond lijf. Ja, maar. Heb je er last van? Van je tieten? Nou, ik zou wel willen dat ze wat kleiner waren. Ja, oké. Nee, ik kan niet alles willen. Nee. Nou, het is echt geen verkeerd blouseje. Nee, het is geen verkeerd blouseje. Echt niet. Ja. Heel leuk. Nou, doe mij heel gauw snel uit. Ja. Hij zit niet eens zo verkeerd. Oh, ik wacht even. Nee, maar ik vind hem echt helemaal niet verkeerd. Nou. Oh, dat moet even zo omgedraaid worden. Mm-hmm. Nou, dit kan toch wel. Dat kan toch wel. Of je vindt het echt te kort?
Nee, ik vind dat. Ik weet alleen van jou dat je het fijner vond als de stof, zeg maar, eindigt tot over je heupen. Ja. Maar misschien was dat eigenlijk met je vorige lichaam. Dat kan, maar. Want het accent, ik vind juist de mooie lengte nu. Nou, hoor. Dit is wel. Weet je, dan. Ja, het is niet mijn lengte. Maar ik vind hem wel leuk. Nou, mooi toch? Op de camping. Nou, huppakee. Printje of een effenkleur? Maakt niet uit. Effenkleurtje. Een bolero. Oh, maar die zijn altijd wel handig, vind ik. Oh, dan vind je deze ook wel handig. Ja, maar die had helemaal goud moeten zijn en glimmend. Ja, nee, dit vind ik wel handig, deze. Zo kort. Maar die is gewoon van Jessica van CNA. Dat is gewoon iets wat jij ook chill vindt, zeg maar. Wat is er? Dat is toch gewoon goed? Dat is gewoon een merk dat je kent, bedoel ik. Wat is er? Moet ik het aandoen? Ik snap dit niet. Nee. Wat is er dan? Een CNA'tje. Nou weet iedereen dat ik veel. Dat kan ik het niet maken. Wat is er mis met CNA? Niks. Nee. Nee, is lekker. Nee, dit vind ik wel fijn. Ja. Oh, wat heftig. Wat is dat? Zo'n. Ja, raar shirtje met zo'n raar achterkantje. Ik denk dat dit dan zo doorschijnt zodat je je BH'tje ziet, zeg maar. Ja. Oh, sexy hoor. Nou, dan wachten we nog even mee. Komt hier nou uit? Oké. Okay. Oh, die ga ik even passen. Van de Primark. Van de Primark? Van Atmosphere, van Primark. Oké, okay, kom maar. Zijn we passen? Ja, dat is goed. Pas ik niet hoor. Pas je die niet? Nee. Oh, dat vind ik ook niet erg. Dat ging nu al heel heftig. Oh, kom maar. Doe maar uit. Oh. Wat jullie hier zien is gewoon typisch hoe mijn moeder en ik zijn. Dus niet een bepaalde video, maar uitgedacht, uitgeschreven, gepland, gefilmd. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Vast wel. Ja, ben er weer. Oh, het gaat zo lief. Het gaat zo lief. C'est bon. Oh. Dit is een blousejurkje. Een beetje vergelijkbaar met die eerste, denk ik. Qua fit. En er zitten groene accenten in en de binnenkant is groen. Dus als je dan bewegt. Zie je dan? De wet. Groene. Oké, okay, zou ik die passen? Ik zou alles passen. Ik zou alles passen. Wat een gedoe, hè? En mijn moeder die had het dus over dat ik zo'n kledingpakket een keer moet bestellen. Dus misschien kan ik dat wel een keertje doen. Wel grappig. Grappig. Misschien kan ik een hele serie van maken. Nee, oké. Okay. Nou, soms zijn het echt hele leuke dingen. Soms is er ook helemaal niks aan. Ja, want hoe vaak heb je dit nou al gedaan? Is dit je derde kledingpakket of vierde of zo? Wat is dat? Zoiets. Ja, nou leuk. En laatst zei ik ook tegen haar, oh, wat leuk, weer ben je van kledingpakket. Oh, zeg iets aan. Ja, nee, ik heb nog steeds ook van mijn borsten zijn gewoon. Oké. Wel lekker stofje of niet? Ja. Maar wat zit, hier zit een hele rare streep. Oh ja. Ja, maar het zit ook heel strak. Oké. Nou, jammer, want het ijs is gewoon te klein klaar. Of te klein, ja. Ik ben te groot. Maar het is wel jammer, want hij zit wel lekker. Maar ja. Ik vind hem ook niet onaardig. Nee, want het stofje is lekker. Ja. En dit is op zich ook wel flatterend. Flatterend. Hé, Murphy? Ja. Oh, die is leuk. Hoort u erbij? Ik heb geen idee. Nee. Dat is wel dezelfde soort. Dat is aan. Ik heb het leren. Ruthless. Oh. Nou, dit is gewoon een goede trui inderdaad voor op de camping. Als je het gewoon een beetje koud hebt. Oh, dit vind ik wel een lekker truitje mee. Mooi zo. Kijk dan. Oh, kut. Ja, ik snap niet waarom ik het vergeet. Nou, hij is langer dan ik had verwacht. Ja. Of heb ik hem helemaal naar beneden getrokken? Zo dan. Zo? Nou, ja. Is toch gewoon prima? Prima hoor. Is gewoon lekker voor op de camping. Ja. Ik haal er een kussentje uit. Een kooltrui. Oh ja. Nou, wil ik het ook even passen? Kunnen we niet gewoon beter even wachten tot ze alles hebben gehad? Oh ja, kan ook. Van de Zara. Ik ga het nu passen. Dat kan niet wachten. Het is wel smal hoor. Ja? Heel smal. Maar ik denk dus dat hij juist wel mooi omdat hij een beetje een wat langer is. Mooie lange mouwtje. Echt heel smal? Ja. Nee, wacht even, ook niet gefilmd hoor. Nee, is goed, dat zou ik niet filmen als je niet wil. Nee, mag wel, maar. Nee, als je niet wil, dan doen we het niet. Maar doe die even die kool, man. Doe even die kool dan goed. Oh, ja, ik kom even goed. Is het oké als ik film? Ja.
Ja hoor. Heel strak. Nou, ik vind het wel chic staan. Ja, maar ik moet voelen, dit staat helemaal gespannen. Ja, dus... Maar... Oh. Oh, pak je naar je vel? Nee, gewoon expres jij. Nee. Nou, ik moet even de camera iets wat lichter doen. Hij staat misschien wel leuk, hè? Voor van de winter. Even wat lichter. Ik moet toch nog een paar kilo afvallen. Dus... Oh, ik vind het zo erg als je dat zegt. Hallo. Hij is natuurlijk aangekomen. Ja, heb je lekker weekend gehad? Ja, heerlijk. Nou, top. Even niet eten. Nou, ja. ik vind hem echt niet verkeerd. Oké, nou dan top. Natuurlijk ook wat uitlopen. Denk ik wel. Kijk, dit is zo'n stof dat als je de hele tijd in de kast blijft zitten, dat het ook gaat schrinken. Heel leuk. Goed, het dit... staat echt netjes hoor. Ja, denk je wel. Het zit ook best wel. Oh. Okay. Ja. Ja, maar die stof was niet lekker, moet voelen. Oh, dit is ook een kool. Ja. In de zak van Max. Oh, is mijn telefoon is uit, anders laat ik hem mezelf. Stof was stuk. Hoef je niet te laten zien hoor. De V van? V-ticket. Vreselijk, vreselijk. Nee, doe zo vervelend. Doe zo vervelend. Een trui weer, nou ja, wat we al de hele tijd zeggen. Ja, prima. Prima voor op de camping. Ik heb heel veel campingkleding tegenwoordig. Ik heb ook heel veel slaapkleding, dat is echt heel erg. Ik denk dat ik dit het mooiste vind. Nee, nou ja, op zich vind ik het wel, ik vind het eigenlijk wel leuk. Maar ja, dat is voor jonge meisjes, voor Eria misschien of zo. Oh ja. Dat is ook wel haar maatje. Ja. Ook voor Eria? Nou. Het is een 75C en het is helemaal geen niet zo'n lelijke bump BH. Maar nee. We hebben die maat allebei niet. Nee. Oh, er komt er nog in aan. Waarom doe ik zo viezig? Ik weet het niet. Nee. Oh, deze vind ik wel. Deze is wel wat leuker, vind ik. Dat is misschien... Deze ziet er ook heel nieuw uit, zie je? 80C. Ja, maar dit is ook niet een... Het is geen voorgevormde, zeg maar. Dus dit is op zich misschien een beetje als een soort van bralet met iets meer ondersteuning. Maar deze ziet er... Ziet er nieuw uit. Uit alsof ze gedragen zijn. Nee, deze? Die in mijn roze wel een beetje hoor. Weet je. Maar deze het lijkt net alsof ze niet geschreven. Het is ook een andere maat. Nee, maar deze is ook qua het etiket. Lijkt ongewassen. Ja, laat mij af aan. Weet wij van. Een broek! Tja. Van de Zara. Welke maat is dat? 40. Oh ja. Dus dat komt, wil je dat ik hem aanpas? Nou, wil jij dat je hem aanpast? Ja, mij moet er geen lor. Doe dan ook deze paars even aan, wel benieuwd. Ik weet niet welke het op de grond moet staan. Nou eerlijk, deze ziet er echt heel nieuw uit, die blauwe. Alsof hij niet gedragen is. Nee, dat ik die ook pas? Nee, ik denk niet dat je dit pas schat. 80 is al bij maat hoor. Ja, deze broek kan ik niet aan, die ga ik gelijk ook uitdoen, dan word ik helemaal nerveus van. Ja, lekker uitdoen, schatke. Zo stiekem in de spiegel. Oh, de kleding is bijna groter dan hier, joh. Nou. Ik zeg je eerlijk, het is echt niet vervelend. Nee. Ik denk ook omdat je gezicht er niet op staat. Wat zal dat het zijn? Nee, want het is een mooie lengte. Ach. Oh, ja, valt eigenlijk wel mee, ja. Ja. Jeuk van. Ja. Ja, oké. Okay. Nou. Je bent puur. Ik vind een mooie kleur voor bij jouw haarkleur ook. Ja, maar die verf ik toch elke keer. Ja, maar ik heb het er ook over deze haarkleur gehad. Oh ja. Oh, ik heb nog... Oh, dat is een rok. Oh, die is wel leuk. Een beetje groot. They be will to get to... Wat? Wat staat daar? Ik heb geen idee. Ja, we moeten even opschieten. Mijn vader op het journaal kijken. Welkom in de day of the life of dit gezin.
Ja, ik vind het helemaal niks als mijn moeder van 35 is ze. Deze tekst. Oh, hij schijnt door. Ja, dat is niet. Oh, je was een babe. Nee, dit is niks hoor. Beetje klein en zo. Ja. Maar wel, er zit nog best wel wat in zelfs. Oh, in het groen. Nou, nog even, ik heb alle kleuren. Oh, misschien is dit wel lekker hoor. Ja. Voel maar. Lekker voor op de camera. Voor de camera, op de camera. Ik heb het op de camera tegen. En een speakerbroek. Maat 40. Dat is wel een kleine maat 40 dan zeg. Ja, het stretch. Dat is typisch H&M. Het is een H&M divider, maar kijk. Het zal wel lekker zitten. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel kledingitems we al hebben gehad. Maar er zit echt knijterveel in. En echt helemaal niet zulke vervelende stukken of zo. Ik had echt verwacht. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik had verwacht. Maar misschien wel. Nou, misschien had mama er 1 of 2 leuke items uit. En? Oh, uit. Nee, kijk, ik ga niet. Je hak krijgt er niet in. Ja, dat word ik helemaal Spaans benauwd. Dat is van. Lekker uit. Hier, doe deze. Ja, kom maar. Nee, ook niet. Precies hetzelfde. Uit. Die andere, die rode. Net zoals ik. Nee, die doe ik ook niet aan. Nee, ik ben gek. Ik ben er weer. Oh, ik kan het hier onder blijven, ja. Ik heb het toch nog wat op. Lukt het wel. Mijn voeten zijn gewoon te groot. Mm-hmm. Draai even om. Heel goed. Ja? Ja. Kijk. Oh, die is netjes. Oh, wacht. Ja. Nou, met de campingtrui hebben we aan nu ook. Ja, de campingtrui. Mag ik ze maar even ietsjes lichter maken? Ja, mooi. Nou, niet bij elkaar, maar nee. Oké. Okay. Ja, dit is ook oh, kijk, dan weer zo van die pijpjes. Daar kom ik toch met mijn voetjes nee, niet door? Nee, skinny jeans. Ja, maar hier kan je toch met je voetjes niet door? Nee. Nou, dit is hem ook niet, denk ik. Mooi. Even kijken, was dat het 100%? Dat was hem. Wat vond je ervan? Ja, vond het. Ja, er zitten wel een paar leuke stukjes bij. Ja, en heb je zoiets van, nou, dit is wel de beste. Het beste. Nee, het was zeker niet het beste kledingpakket. Nee, ik heb deze kledingpakket, die waren veel mooier. Ja, echt? Ja. Cody! Van dezelfde prijsklasse? Ongeveer, want ik koop nooit hele dure pakketten. Wat is het duurste pakket dan? Ook zo'n 25 euro denk ik. 25, nou ja, dat is echt een. Hey, kom maar hier. Ik kan wel even een kleding iets pakken wat ik in een pakket ooit gekregen heb. Wat ik echt heel erg mooi vond. Nou, natuurlijk. Maar de tv is hè? Ja. Dan wachten wij even, hè? Dit is niet naar een hoger niveau. Waar dit jaar de zorg nog moeilijker maken. En wij maken ons al een knuffelbaby. Luisterboel. Nooit aangehad, ik zal waarschijnlijk ook nooit aan doen. Maar kijk, en weer een jasje. Oh! En deze. Oh! Dat is meer voor mijn leeftijd, hè? Ja! Dat is heel leuk hoor. Ja, toch? Heel leuk. En er zaten nog veel meer items bij, voor 20 euro. Nou, top. Nou, lachen. Echt kwalitatief wel hele goede kleding. Ja, zeker moers. We sluiten hem buiten even af van mijn vader. Die zit binnen en die wil lekker zijn tv'tje kijken. Maar we hebben dus van het kledingpakket van 17,50 euro heeft mijn moeder 12 items gevonden. En dat betekent mama dat ze 1,45 per stuk zijn. En dat heb ik niet uit mijn hoofd uitgerekend. Want dat hebben we met de rekenmachine gedaan. En gelukkig ben ik erbij geweest. Ja, ik deed zeg maar 12 delen door 17,50, maar je moet 17,50 delen door 12 doen. Nou, gelukkig ben ik meer een rekenwonder. Nou ja, rekenwonder, dat ding rekent het uit. Ik ben gewoon zo snugger dat ik het gewoon verkeerd om heb gezegd. Maar wij gaan nu eventjes de hondjes uitlaten. En ik hoop dat je deze super echt iets te spontane video leuk hebt gevonden. Wij vonden het in ieder geval echt heel erg leuk om te doen. En nou, wie weet ga ik ook nog een kledingpakket uitkiezen. Mocht je dat leuk vinden, laat maar eventjes weten in de comments. En dan zal ik het even iets anders voorbereiden. En dan zal ik het even wat netter en minder rommelig doen natuurlijk. Zoals jullie van mij gewend. Want dat is altijd geweldig kwalitatief. Ja, dit is zeg maar waar je doorheen moet. Appelboom. Hortensia's. Heel leuk. Bedankt voor het kijken. En wat moeten ze doen, moeder? Wat moeten ze doen? Duimpje omhoog. Toch? Ja. Ja, en abonneer. Dat zijn nog geabonneerd op jou. Hoe is de? Hallo. En als je tot hier bent gekomen, laat in de comments heel veel achter. Appeltaart. Waarom? Ik heb geen idee. Appeltaart. Bedankt voor het kijken, schatten. Doei doei.